Vandaag vertrokken de eerste mobiele vaccinatieteams vanuit de Limburghal. De pers was uitgenodigd. Zelfs de VRT stuurde een reportageteam. Maar er was ook lang sprake van mobiele teams en daar beginnen we vandaag mee. En dat is zowel voor Bree en Oudsbergen begint dat volgende week op 19 april. En dan voor As, Zutendaal en Genk beginnen we vandaag. En ik ben blij om met de collega ook van Zutendaal hier aanwezig te zijn. En ik geef graag jullie het woord om eens te horen wat er gaat gebeuren. Het zijn 17 mensen, 3 ploegen die gaan vertrekken, begrijp ik. En vandaag vertrekt zo de eerste ploeg, of ja, eigenlijk 3 ploegen. We hebben 3 verplegers ter plaatse, samen met 1 dokter. En zij zullen in totaal 17 patiënten vandaag een eerste prikje toedienen. En Oleg is hier bij ons en hij zal een beetje uitleg geven over hoe dat in zijn werk gaat. Het grootste verschil met het vaccinatiecentrum is de laagdrempeligheid. Dat wil dus zeggen dat we eigenlijk in de mensen hun eigen omgeving komen vaccineren. Waardoor eigenlijk ook die bereidwilligheid veel groter zal zijn. En uiteindelijk, de procedure is min of meer gelijklopend. We komen aan huis, we bellen aan, we stellen ons voor, we overlopen de anamnese, we dienen de spuit toe en we wachten even af. En uiteindelijk is het dat. Het is heel simpel, kort en krachtig. En jullie nemen kant-en-klare spuiten van hieruit mee? Inderdaad. We hebben spuiten voorzien in een frigobox. Die hebben er x aantal uren tot vervaltijd en uiteindelijk zal het meer dan voldoende zijn om de spuiten te dienen. Ja. Dus het wordt hier eigenlijk voorbereid en jullie gaan van hier. Inderdaad. Registratie in Vaccinet, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Uiteindelijk op de klassieke oude wijze pen en papier. Dus uiteindelijk pen en papier registreren we dat vaccin. Welk soort vaccin met het lotnummer. En achteraf wordt het manueel ingebracht, digitaal. En uiteindelijk die verwerking, et cetera, administratief, 48 uur later staat op Vaccinet. Hebben de mensen ook een bewijs digitaal dat ze kunnen raadplegen via de huisarts of hunzelf. Maar goed, de keten moet ook gesloten zijn natuurlijk. Inderdaad. Ja. En uiteindelijk is er meer papierwerk wat erbij komt kijken dan de inspuiting aan zich. De 3 vaccinatieteams vertrokken naar hun patiënten om hen veilig in te enten.